Suriname heeft op 11 februari 1000 doses AstraZeneca-vaccin ontvangen van Barbados. De regering van India heeft ook 50.000 doses vaccin geschonken die we binnenkort krijgen. Aan de vooravond van de start van de COVID-19-campagne van de regering bespreken we wat er allemaal gaat gebeuren de komende tijd rondom deze activiteit. En van harte goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering behandelen wij de COVID-19 vaccinatiecampagne van de regering. Onze gastcolumnist voor vandaag is Jeffrey Kwatje. Na de break stel ik mijn gasten aan u voor. Aan mijn tafel vandaag de minister van Volksgezondheid, Amer Ramadien, en de infectioloog Lieke Wojtis. Heb ik dat goed uitgesproken? Wojtje. Wojtje. Welkom. Dat is Franse naam. Franse naam, ja. En ja, minister, welkom. Ja, dank u wel. Mevrouw Wojtje, welkom. Dank u. En morgen starten we met het vaccineren tegen het COVID-19 virus. Alles in kan en kruik. Ja, we hebben zoveel mogelijk voorbereid als we kunnen. We hebben de nodige protocollen daartoe gevolgd. Er is een team welke sowieso de voorbereiding ter hand genomen heeft. En zoveel mogelijk in het veld is geweest. U weet dat wij een volgorde hebben. Categorieën die gevaccineerd zullen worden. Het is het antwoord van de wetenschap op de pandemie. Mm-hmm. En ook Suriname zal zich committeren aan dit antwoord, omdat we weten dat vanuit de medische wetenschap en inzichten die er zijn, dat vaccineren de enige optie is nu op dit moment om echt wel de pandemie onder controle te krijgen. Maar we hebben, laten we zeggen, met het team van Suriname sowieso geprobeerd alles ready te hebben. Het is iets sneller gegaan dan we gedacht hadden, omdat de 1000 dozen, zoals eerder aangegeven, op een moment kwamen waar we daarop niet voorbereid waren. We wisten dat er wel grens zouden zijn naar de regio. Maar we hebben dus van Barbados nogmaals een zeer onverwachte, op een zeer onverwacht moment de dozen binnen gehad. Dat is uiteraard wel voor ons een boost geweest om te starten officieel. En de 50.000 doses uit India, die is daarna gekomen, dus die is nu, als het goed is, in deze dagen binnen. En kan ik zeggen dat we een geval van de 1000 en de 50.000 een naadloze aansluiting willen hebben om het traject welke uitgezet is uit te voeren. En gaat u als eerst vaccineren? We houden dat nog even geheim. Maar het is wel natuurlijk, uiteraard. We hebben we hebben gezegd, de eerste groep die gevaccineerd wordt, en daar kan de internist daarover zo meteen meer vertellen, zijn de frontliners. Dat zijn echt de mensen die aan het bed staan van de COVID-patiënten. We hebben gezegd, als signaal naar de samenleving toe, willen wij als regering uiteraard het vertrouwen geven dat wij ook staan achter het plan. En dat wij niet alleen van de zijlijn uit de instructies geven, maar dat, ik kan zeggen, de ministerraad staat te popelen om hun vaccin te nemen. Maar u behoort toch ook als arts tot de eerste groep? Ik ben inderdaad een healthcare worker, maar niet meer actief op dit moment. En ik ben ook geen frontliner. Dus feitelijk behoor ik niet tot de eerste groep. Maar ik ben wel regeringsfunctionaris en ik ben uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor het volksgezondheidsbeleid. En ik wil een signaal geven naar de samenleving dat het niet dat we geen grappen maken en dat, dat we ook staan achter datgene wat wij organiseren voor de samenleving. Oké. U bent betrokken bij de campagne. Hoe gaat het starten? De minister gaf het aan de frontline workers. Hoe is dat precies geregeld? Dus de vaccinaties moeten verdeeld worden en dat is best wel ingewikkeld. En we hebben besloten om eerst de frontline workers te vaccineren. Omdat dat de mensen zijn die beroepsmatig het hoogste risico lopen om
COVID-19 op te lopen. Dus dan gaat het om de verpleegkundigen en de artsen op de intensive cares voor COVID, op de cohortafdelingen. Die mensen lopen dag en nacht tussen de besmettelijke COVID-19 patiënten. Vandaar dat ervoor gekozen is om hen als eerste te vaccineren. Daarna worden de risicogroepen gevaccineerd, dus de mensen die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. En dus een hoog risico op ziekenhuisopnames. En dan kan u denken aan de ouderen en mensen met onderliggende ziektes. Maar juist die personen zijn bang dat het misschien voor bijwerkingen gaat zorgen en hun ziekte nog meer naar boven zal brengen. Ja, dat is een groot probleem, dat veel mensen bang zijn voor het vaccin, voor de potentiële bijwerkingen en nadelige effecten die het kan hebben. Gelukkig is uit de onderzoeken tot nu toe gebleken dat het vaccin natuurlijk bijwerkingen heeft, zoals elk vaccin of elk geneesmiddel. Maar dat zijn bijna allemaal hele milde bijwerkingen. En dan moet u denken aan pijn op de plek waar de injectie wordt gegeven, een stijve arm na de injectie, want het wordt in je bovenarm, in je bovenarmspier gegeven. Sommige mensen kunnen wat vermoeid zijn, een beetje koorts hebben. Maar de ernstige bijwerkingen, dat zijn met name ernstige allergische reacties, die komen slechts heel zelden voor. En 10 op de miljoen, dus 1 op de 100.000, krijgt een ernstige allergische reactie. Dus zelfs als we dat als we iedereen in Suriname zouden vaccineren, zouden we maar 6 ernstige reacties mogen verwachten, statistisch gezien. En overlijdens of verergering van onderliggende ziektes door het vaccin, dat is vooralsnog niet aangetoond. Ja. En in de wereld zijn inmiddels al meer dan 20 miljoen COVID-vaccinaties toegediend. Ja. Misschien al wel meer op dit moment. Dus er is al echt enorm veel ervaring met die vaccinaties. Minister, over miljoenen, u heeft eerder aangegeven de afgelopen tijd dat we toch wel naar Israël gaan kijken, omdat dat land toch wel een voorbeeld is in de wereld wat het aantal vaccinaties betreft. Ja, ik wil even de informatie van de internet updaten. Het is inmiddels al 200 miljoen. Oké. Okay. Als je dat kunt natrekken op Bloomberg, het is een trackerwebsite waar de hele wereld, alle doses worden gevolgd. Op dit moment meer dan 200 miljoen doses toegediend. Met een snelheid van tussen de 4 en 5 miljoen doses per dag. Het wordt automatisch opgevoerd met het meer beschikbaar komen van vaccins. De producties worden ook opgevoerd in de verschillende lijnen van de fabrikanten. En Israël uiteraard heeft het tot nu toe het meest van hun populatie kunnen dekken. Ik denk dat het nu al bij de 60% moet zitten, waar Israël nu al merkt ook als eerste dat de effecten van vaccineren na 5 weken, 6 weken nu al heel erg goed merkbaar zijn. Ja. Opnames, infecties, overledenen die zijn al behoorlijk aan het droppen. Maar ook overal in de wereld, als je gaat kijken waar gevaccineerd wordt, in 84 landen denk ik, zie je al dat de cijfers positiever beginnen te worden. Dus positief in die richting van een gunstigere ontwikkeling. En dat is eigenlijk voor Suriname ook wel goed hoor. Omdat als we zien dat het internationaal dropt. En wij hebben ook een vrij conservatief reisbeleid. Ja. Dat betekent dat we ook weinig mensen binnenbrengen. Onder gecontroleerde omstandigheden dan. Dat wij ook mogen verwachten dat we niet COVID gaan importeren. En hoe sneller wij beginnen met het traject van vaccineren, we ook onze doelen snel kunnen halen. We hebben maar op schema, denk ik, iets van 450.000 personen die wij in de eerste ronde willen vaccineren. Dus moeten te halen als target. Dat betekent bij een dosis van 2 is dan 900.000 doses die we nodig hebben. Als ik praat over onderhandelingen die landen voeren, dan praat je al gewoon over 50, 60 miljoen doses waarvoor men onderhandelt. Dus daarover straks meer. Yes. We hebben onze gastcolumnist voor vandaag, maar voor we naar de columnist gaan, nog even de vraag aan de infectioloog. Hoe gaat dat plan eruit zien? Ja, natuurlijk is er een plan opgemaakt. Binnen hoeveel termijn moeten hoeveel mensen zijn gevaccineerd? Dat ligt er natuurlijk aan hoe snel we de vaccins krijgen. Dus daar hangt het vooral van af.
De volgorde is duidelijk, dus wie eerst, wie daarna. Ja, dat is al bepaald. Dus. En de snelheid zal afhangen van hoe snel de vaccins binnenkomen en hoe het lukt om de logistiek zodanig op te schalen dat de vaccins snel aan grote groepen gegeven kunnen worden. Dus eigenlijk, ja, dat plan is afhankelijk van ja, wanneer en hoe. Ja. Maar zou dat niet een beetje stremmend zijn voor eigenlijk ja, teruggaan naar normaal? Uiteraard, pas als er voldoende mensen gevaccineerd zijn en dan bedoelen we eigenlijk meer dan 70% van de bevolking, dan is er voldoende immuniteit in de hele bevolking om van alle maatregelen af te kunnen. Dus hoe sneller we dat gehaald hebben, hoe beter het in feite is. Maar dat is van een heleboel factoren afhankelijk en ook in westerse landen, dus bijvoorbeeld in Nederland zitten ze nu op zo'n 5% van de bevolking. Dus wereldwijd geldt dat om voor de hele bevolking immuniteit te krijgen, ja. Dat is nog een maandenlang proces. Ja. Alleen Israël loopt dus duidelijk voor met de andere landen. Oké, dank u wel. We gaan dan naar onze gastcolumnist van vandaag, Jeffrey Kwatje. Tuut! Ja, ik kom, man. Robert haast zich naar de deur om te kijken wie er kabaal maakt. Hij heeft al een donkerbruin vermoeden. Mo, zijn mattie Maurice, zou misschien langskomen. En natuurlijk, daar stond voor de deur de eenkennige Mo, met wie hij vaker hele kleurrijke discussies voerde. Kom door. Maar moet je altijd zo toeteren? Awandi, jong. Je gaat in ieder geval vooruit. Normaal moet ik 3 keer toeteren voor ik antwoord krijg. Ja, Gunst, waar is je masker? Masker? Een masker is voor schapen als jij. Lekker mak de regeltjes volgen. Oh, dus wat, Juna boze wolf, no? Het heeft niets met schaap zijn te maken en dat weet je. Aman die jong, mijn Harry no more, het is in de auto. Oké, fijn, go wasi anu. Maar jou kennende volg je alle COVID-dingen op de voet. Natuurlijk, jij niet. Intussen is de eerste lading vaccins binnen. Vaccins? More like nonsense. Mo, no kon taigi mi dat jij ook een van die mensen bent die tegen vaccins is. Ik. Boy, ik doe mijn eigen research online. Ga maar zelf googelen in Nederland en weet ik veel waar. Om mijn pressie. Mensen zijn kerngezond. Dan bakken die dan kies van spoitie. Zijn ze opeens doodziek en sterven ze. Dan neem ik ook van spoitie. Allau. Waar heb je dat gelezen? Hoe weet je of het waar is? Oh, dus jij gelooft alles wat ze je zeggen, no? Luister, het is goed om kritisch te zijn en door te vragen. Maar je moet ook niet kritisch zijn, simpelweg om kritisch te zijn. Straks wanneer ze starten met de voorlichting, wil ik op zijn minst de inhoud horen, voor ik het aanneem of afkeur. Voorlichting. Eerder voorplichting of oplichting. Mimang, niemand verplicht je om te vaccineren. Dat hebben ze meerdere malen gezegd. En trouwens, net als hoe jij alles van de autoriteiten in twijfel trekt, kan ik ook alles wat jij vindt in twijfel trekken. Ja, maar Bob, hoe gaat alles zo snel? Mijn trostatoriëren. Opeens heb ik mijn koning een vaccin. Hai boy. Luister. Als je nomo alles met wantrouwen benadert, ga je alles iets te wantrouwen vinden. Wie een hond wil slaan, vindt een stok. Is ook een ziekte van jullie daar op FB. Alles maar lukraak, toepad, draai, share en overnemen. Wees ook daarover kritisch en over die bronnen. Ach, je dat altijd na sabiso. Mo, at the end of the day zijn we geen van beide experts of geneeskundigen. Ik ben trouwens ook geen theoloog of voorganger, dat ik weet ik veel wat voor duistere motieven kan waarnemen. Dus, laten we afspreken. Let's all do our part. To stay safe and to stay sane. Ja, amen, dominee. En dankjewel, Jeffrey en minister.
heeft het eigenlijk een beetje verwoord wat zo een beetje leeft onder de Surinaamse bevolking. Met name, ik heb comments gelezen op FB van ja, het is zo snel gegaan met dit vaccin en zo lang hebben we al HIV, Ebola en nog steeds kan er geen vaccin worden ontwikkeld. En dit zo patsboom, omdat de wereld dat wil, rijken de farmaceutische industrie, die ontwikkelt het omdat daar geld mee te verdienen valt. Ik ben blij dat de internist aan tafel zit die daarover antwoord zou moeten geven. Maar als ik het even mag benaderen via het beleid, dan zal ik zeggen dat ik in ieder geval wel weet dat de ontwikkeling van vaccins inderdaad bij COVID veel sneller is gegaan. Simpelweg vanwege het feit dat het een pandemie is en er overal in de wereld resources beschikbaar gesteld zijn om alle processen die nodig waren om een veilig vaccin te produceren zo snel mogelijk te doen plaatsvinden. En uiteraard zijn andere ziekten ook belangrijk, maar de internist kan daarover natuurlijk meer vertellen. Feit is voor ons belangrijk dat alle trajecten zijn doorlopen. We hebben ook onze feiten gevolgd. En we weten ook dat een van de vele argumenten die gehanteerd wordt om het vaccin niet te accepteren, is de snelle ontwikkeling van het vaccin. Maar daartoe komen we nog heel gauw met een correcte voorlichting naar de samenleving toe om aan te geven hoe veilig en hoe de processen zijn doorlopen. Uiteraard blijft de uiteindelijke keuze bij de persoon zelf, maar de internist is hier die de detail informatie, technische informatie over de ontwikkeling van vaccins kan geven. Graag, want de bevolking is nogal sceptisch. Yes. Een vaccin ontwikkelen gaat in normaal gesproken in verschillende stadia, toch? En u moet zich voorstellen, normaal gesproken bij die ontwikkeling, na fase 1 van het onderzoek wordt een ruime pauze ingelast, waarbij iedereen die mee moet lezen, mee moet denken, een geruimde tijd krijgt om dat te doen. En iedereen heeft het druk met andere werkzaamheden, dus niet iedereen leest op het moment dat de data of het verslag naar hem of haar toegestuurd worden. Direct die informatie en koppelt direct terug. Dat is in de ontwikkeling van het COVID-vaccin anders geweest. Die tijd die normaal gesproken genomen wordt om rustig alles te overwegen, langzaam het op en neer te mailen en nog eens te overleggen. Die tijd is heel erg verkort omdat iedereen de topprioriteit aan dit vaccin heeft gegeven. Dus de dag dat iemand het verslag af had en naar u toe zou sturen, zou u alle andere dingen uit uw handen laten vallen. En als allereerste dat gaan doen, zodat het zo snel mogelijk teruggestuurd kan worden. En als iedereen dat doet en topprioriteit aan iets geeft, dan blijkt dus dat zo'n proces veel sneller kan dan dat we dat normaal gesproken zien. Dus vaccins kunnen over het algemeen veel sneller dan we hebben gezien in de afgelopen tijd. Precies, als iedereen in de hele wereld samenwerkt en één gemeenschappelijk doel heeft en één prioriteit, dan blijkt dus dat het veel sneller kan. Het is niet voor alle ziektes zo makkelijk als het in dit geval geweest is. Het geval wat vaak genoemd wordt is HIV, maar dat is een heel ander soort ziekte dan COVID-19. Waarbij we weten dat het HIV-virus zich als het ware verstopt in rustende cellen. En daarmee is het niet bereikbaar voor het vaccin. Het COVID-19-virus is een actief virus wat in je luchtwegen zit en wat heel goed bereikbaar is voor vaccinaties. En wat ook weer uit je lichaam verdwijnt nadat je het gehad hebt. Ja. Het is een heel andere structuur en werkingsmechanisme van het virus. Ja. Oké. Minister, op 13 maart 2020, dat is een heel bekende datum voor ons in Suriname, de eerste COVID-19 besmette persoon werd positief getest en vanaf die dag wordt het leven in Suriname drastisch veranderd. Straks is het een jaar. Ja, hoe heeft u de situatie ervaren als arts en nu als minister van Volksgezondheid? Ja, van 13 maart 2020 tot 17 juli heb ik normaal als arts gewerkt in de eerste lijn. En hebben we dus ook helpen bijdragen vanuit de eerste lijn aan een stukje structuur. Dat was voor iedereen nieuw. En we hebben onze proactieve bijdrage geleverd. Uiteraard kom je dan in juli als beleidsmaker te zitten daar. En moet je de hele verantwoordelijkheid op je nemen.
Het is geen prettige tijd geweest. Het is nog steeds niet prettig. Het is nu wel gunstiger dan december en januari. Ja. Maar het is geen prettige tijd. Het heeft een enorme impact gehad op het leven van ieder. Zeker op het leven van mij kan ik zeggen dat ik ben dag en nacht bezig geweest. Alle mogelijkheden te bekijken om COVID-19 aan te pakken. Met betrokkenheid van het sector natuurlijk, van de samenleving, van ieder die een bijdrage heeft kunnen leveren hieraan. Ik mag zeggen dat wij hebben gemerkt dat de tsunami 2 golf hebben gehad die niet, gelukkig niet langer dan 2 maanden hebben geduurd. Het is volgens mij, onze aanpak is precies zo conservatief mogelijk dat we wel snel, als ik vergelijk met de rest van de wereld, onze golf onder controle hebben. Dat is een pluimpje waard naar ieder in de zorg, maar ook vanuit het beleid. We hebben een vrij conservatieve aanpak gehad. Onze aanpak wordt zelfs in het Caribisch gebied besproken. Ik ben zelf geweest in Guyana bij het CARICOM secretariaat, waar we zelf geprezen zijn voor onze aanpak. Ja. We hebben als een van de weinige landen bijvoorbeeld quarantaine. Andere landen accepteren alleen een negatieve PCR en dan mag je binnen het land, ja, zonder verdere dingen. Maar wij weten hoe belangrijk het is voor ons en hoe fragiel ons systeem, ja, is. Dus wij hebben verschillende trajecten doorlopen. Ook de maatregelen zijn niet altijd heel prettig geweest voor de samenleving. Maar ik kan u zeggen, we hebben een kleine samenleving en we hebben weinig doses nodig in het land. En we hebben een systeem waar we eigenlijk onze populatie, als we genoeg doses hebben en er een goede acceptatie is, dan kunnen we nog voor eind van dit jaar een aanzienlijk deel van onze samenleving vaccineren. En zoals dokter Wattier zegt, als we een goede dekkingsgraad halen, 70%? Ja, 70 minimaal. Kunnen wij uiteraard zichtbaar merken dat zaken zullen veranderen in Suriname. En dat we een beetje terug kunnen gaan naar een vrij normale situatie. Okay. Dat geeft nog steeds aan dat je, als je 70 haalt, dat 30% van de mensen nog steeds onbeschermd rondlopen. En dat die 30%, als je uitgaat van 580.000 personen, dat het nog steeds 150.000 meer is. Ja. En dat onder die groep er uiteraard weer uitbraken kunnen zijn. De mensen die zijn gevaccineerd hebben een zekere mate van bescherming, maar niet 100%. Gelukkig zien we dat wij binnenkort starten met onze voorlichting over het COVID-vaccin en het traject. Ja. Dat zal waarschijnlijk nog komende week plaatsvinden vanaf dat moment. Wij moeten werken aan accept. Ik ben blij met de input van de columnist. Dat is echt wat er speelt in de samenleving. Het is gewoon letterlijke verwoording, complimenten, aan wat er speelt. Reus, misinformatie, Facebook pages die een heleboel zaken presenteren zonder te verifiëren. Wij refereren naar officiële instanties, wij refereren naar officiële berichten. Het leek zelfs, het is heel mooi gezegd door dokter Krishna dat toen bij de overhandiging van de surveyresultaten, het leek alsof Facebook wel het moderne nieuwsagentschap is. En men eigenlijk ongeverifieerd zaken buiten brengt met één doel. En wat weten we niet? Want ik vind als je het vaccin niet wilt accepteren, dat jouw goed recht is. Als je dat principieel niet wil of vanwege een andere overweging niet wil, geen probleem. Wat je moet doen, als ik even mag afronden, wat je niet moet doen is indoctrineren en meewerken aan het verdelen en verspreiden van onjuiste, ongeverifieerde informatie. Maar eigenlijk heeft dat niet de schuld enerzijds van de regering. Omdat wanneer je de ene kant jouw informatie niet geeft, mensen zich andere bronnen gaan zoeken. Eigenlijk geeft ze de gelegenheid. Nee, dus kijk, wat ik vind, dus natuurlijk kunnen we zeggen, misschien zijn wij nu nog niet proactief met voorlichting bezig, maar er is informatie zat te vinden. En precies zoals de mensen de informatie kunnen vinden die onjuist is, kan je dus ook zeggen van oké, deze informatie heb ik van hier, laat mij het verifiëren. Ja. En je verifiëren, mensen zijn heel handig en inventief op internet. En je kan heel makkelijk verifiëren als zo'n bericht wel fake is of niet. En wij promoten, wij willen niemand dwingen en verplichten om iets te nemen. Ja. We willen je alleen van de juiste informatie, de ware informatie presenteren, waardoor jij een goede basis hebt om je besluit te nemen. Dus wij gaan niemand verplichten, dat kan niet. Dat is nergens ter wereld, wordt iemand verplicht. Maar je moet wel rekening houden ermee, dat vanwege de impact die COVID-19 heeft op de samenleving, ja, en op de wereld, dat je straks net als een gele koorts boekje, een vaccinatie die je moet hebben om naar bepaalde dieren te gaan waar gele koorts voorkomt,
dat je je vaccin moet hebben. Ja. Of als je naar een concert moet gaan in het buitenland. Je bent op vakantie en je wilt naar een concert. Ja, dat je... En je wilt echt naar die show gaan. Dat men die gaat eisen van waar is je COVID-vaccinproef. Okay. Dus dat soort zaken gaan we ook, die ontwikkeling ga je ook in Suriname zien. Bijvoorbeeld, als ik nog even laatste maar, als je naar het ziekenhuis moet, kan het ziekenhuis eisen van jou, als je op het terrein komt van het ziekenhuis waar zieke mensen en kwetsbare groepen zijn, dat je wel gevaccineerd bent, want we willen onze mensen in gevaar zetten. Okay. Dus dat zijn zaken waarmee we rekening moeten houden, misschien niet dit jaar, maar volgend jaar of over 2 jaar, dat we ook dit soort van maatregelen zullen hebben als beschermingsmechanisme voor de totale gezondheid. Dus eigenlijk wat de minister zegt, dokter Watje, het is geen verplichting, maar het wordt toch wel een verplichting als ik zo naar hem luister. Een verplichting wordt het natuurlijk niet, want we kunnen niet zeggen je moet het nemen. Ja, maar als ik eis waar ik overal kom, dan blijft het toch een verplichting. Het wordt wel, dus dat is, het is nog niet duidelijk in hoeverre mensen met een vaccin vrijheden krijgen die andere mensen niet krijgen. Dat moet over de hele wereld nog uitgekristalliseerd worden. Ja. Maar het is wel voorstelbaar dat iemand die een concert wil geven als voorbeeld, ja, en die dat niet kan doen omdat het COVID-tijden is, maar misschien wel kan doen als hij gevaccineerde mensen alleen maar toelaat. Ja. Het is voorstelbaar dat mensen dat soort maatregelen gaan treffen of dat soort voorwaarden gaan, ja, stellen. Dan is het nog steeds geen verplichting. Het is een keuze die iemand maakt om te zeggen, ik wil me heel graag in het uitgaansleven mengen of in, ja, nou ja, wat er ook aan voordelen aan het vaccin gaan kleven. En daarom laat ik me vaccineren. Dat horen we ook af en toe, dat mensen zeggen, ik wil me eigenlijk niet laten vaccineren. Ik ben bang, maar ik denk dat er voordelen aan zullen gaan kleven en daarom doe ik het maar wel. Dat is natuurlijk eigenlijk een verkeerde reden om je te laten vaccineren. Maar het is belangrijk, denk ik, dat mensen zich realiseren dat het vooral is om jezelf te beschermen. Want het vaccin is behoorlijk effectief in het voorkomen van ernstig ziek worden. Meer dan 90% bescherming tegen ernstig ziek worden en intensive care opnames. Het beschermt ongeveer 60% tegen milde ziekte, maar dat is minder erg. Dus verkouden worden, een beetje beroerd voelen is niet zo, is vervelend. Ja. Maar we zijn natuurlijk allemaal bang voor die mensen die naar het ziekenhuis toe moeten. Ja. En het vaccin heeft enorm weinig bijwerkingen. Dus ja, het heeft veel voordelen en heel weinig bijwerkingen. En ik denk dat dat vooral is wat we bij mensen moeten benadrukken. Dat het vaccin helpt om jezelf te beschermen, maar ook je naasten te beschermen. Want je wordt ook minder besmettelijk als, ja, je het vaccin genomen hebt. En om de epidemie onder controle te krijgen. Dus er gaat minder verspreiding komen. Waardoor inderdaad het normale leven weer op gang kan komen. Als we kijken naar de trajectie, dat 13 maart 2020. Het is altijd vaak geweest, one step forward, two step back. Ja, en nu het vaccin, raken jullie niet op een gegeven moment, zijn jullie op een gegeven moment niet gedemotiveerd geraakt van, god, komt het wel goed, ooit goed? Eerlijk gezegd is dit juist een periode waarin we denk ik allemaal weer het licht aan het einde van de tunnel zien. Hm. Het is, wat de minister ook zegt, een zwaar jaar geweest voor iedereen die werkzaam is geweest in de zorg en met name ook betrokken bij COVID-zorg. Het is een jaar geweest met veel aanpassingen, met hard werken, met doodzieke mensen, met tragische verhalen. En ik denk dat voor ons allemaal geldt dat dit vaccin het eerste is dat we zien dat er misschien een oplossing voor dit probleem in zicht lijkt. Ik zeg misschien. Nou, dat er een oplossing voor het probleem in zicht lijkt. Kijk, een belangrijk probleem als er zoveel weerstand is tegen de vaccinaties en maar 30% van de bevolking gaat zich laten vaccineren, dan is het probleem niet opgelost. Mm-hmm. We gaan toch echt een aanzienlijk deel van de mensen moeten zien te overtuigen van het nut van het vaccin. Ja. Voordat we het probleem echt goed onder de duim gaan krijgen. Mm-hmm. En daarom zeg ik misschien, we zijn er nog niet. Ja, ja, ja. En minister, ja, Wat blijft motiveren? Want ja, het vaccin is er. Suriname heeft al doses beschikbaar.
En toch, als we kijken naar hoe de bevolking reageert, denkt u dat misschien wanneer het vaccin er is, dat ze toch wel hun mening zullen veranderen? Over het algemeen weet ik dat de Surinamers vrij positief staan tegenover inenting. Als we kijken naar onze dekkingsgraad voor betreffende het Nationaal Immunisatieprogramma bij de kinderen, dan zitten we heel goed. Alle ouders, de meeste ouders dan, meer dan 90%, brengt hun kind om te vaccineren. Al bij de geboorte krijgt het kind een druppeltje in de mond, polio, maar ook andere vaccins. Keurig, 2 maanden, 4 maanden, 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar. Zo worden al onze kinderen gevaccineerd. En dat zijn dezelfde ouders die nu moeten gaan beseffen dat u uw kind hebt gebracht voor vaccinatie. Waarom? Omdat u niet wilt hebben dat uw kind ziek wordt. U wilt niet hebben dat uw kind een kinderziekte oploopt die feitelijk al jaren niet meer voorkomt in Suriname. Maar het is ook omdat de school het verplicht stelt. Zonder een boekje kan je kind niet inschrijven. Ja, nou, dat is een ander aspect, maar het kind gaat op 1 jaar nog niet naar school. Nee. Feit is, je beseft dat pas wanneer je kind brengt voor inschrijving. Feit is wel dat je vanaf de geboorte bij het kind wordt uitgelegd hoe belangrijk het is. En je hebt alle ruimte om te vragen op een consultatiebureau. Er zijn natuurlijk ook mensen die het niet nemen. Ja. En daarom zien we nog steeds bij kinderen soms mazelen en bij kinderen soms een kinkhoest. Maar dat zijn allemaal zaken die waarmee we struggelen. En als iedereen zich keurig zou vaccineren, hadden we waarschijnlijk dat probleem niet. Ja. Maar het gaat erom nu dat volgens datzelfde principe, dus daarop wil ik inspelen aan u als ouder, datzelfde principe wat u eigenlijk gebruikt om uw kind te vaccineren, met de gedachte waarom u het kind laat vaccineren, niet alleen, en ook daar moet u kritisch zijn, willen we gebruiken om u aan te geven waarom het van belang is dat u ook gevaccineerd wordt. Vooralsnog worden personen onder de 18 jaar niet gevaccineerd, omdat de trials nog niet zijn toegepast op die leeftijdsgroep. Ze zijn nu wel gaande, denk ik. Maar het gaat erom, en ik heb het ook gehoord en gezien, zoals dokter Watje zegt, het gaat tijd kosten. De WHO zegt het ook, het is nieuw. Het gaat tijd in beslag nemen. Mensen gaan moeten beseffen dat, veel mensen kijken ook een beetje de kat uit de boom, van hoe gaat het met die, hoe gaat het met die. Als ik zie dat mijn oma het heeft kunnen overleven met van 65 jaar of 75 jaar, en ze is diabetes, en ze heeft overgewicht, en ze heeft hoge bloeddruk. En ze heeft het prikje genomen en ze leeft nog na een maand of 2 maanden, bij wijze van spreken om het zo te zeggen. Ze heeft er geen last van. Misschien neem ik wel die stap dan. Wij willen niet heel agressief met communicatie gaan en voorlichting. We willen niet opdringerig zijn. We kijken ook de kat uit de boom. We volgen de trend. Precies zoals we de infectietrend volgen, willen we ook de vaccinatietrend volgen. Ik zeg slow moving, gewoon rustig. De samenleving moet alle tijd krijgen, alle ruimte krijgen. De mensen moeten alle ruimte krijgen om zelf hun besluit te nemen. En niet onder druk een besluit nemen. Omdat wij ook weten, en we gaan het vooraf zeggen, er zijn bijwerkingen, er zijn problemen die kunnen ontstaan. We informeren, u neemt het besluit zelf. Okay. En het BOG is eigenlijk de instantie, de overheidsinstantie, die belast is met alle vaccinatieprogramma's van de regering, van de overheid. En we hebben met het waarnemend hoofd, Rajesh Ori, gebeld om te vragen hoe ik aankijk tegen de komende periode, namelijk het starten met de vaccinatie. Het BOG is ready. Er zijn commissies die bezig zijn voor te bereiden. We hebben zelf simulaties gedaan. Vandaag is er weer een simulatie, zodat alles vlekkeloos verloopt. Ja. En wat verwacht u zelf van de campagne? Natuurlijk, het BOG heeft heel veel ervaringen met vaccineren in Suriname. Dus als we kijken naar vaccinatiedekking in Suriname over de jaren heen, dan hebben we altijd goede vaccinatiedekking. Dus ik neem aan dat ook bij dit vaccin, dat grote delen van de samenleving worden gevaccineerd. We hebben met al onze vaccinaties zijn we boven de 80%. En de deskundigen aan tafel hebben toch wel gesproken over een 70% dekking, dat toch wel genoeg zal zijn om terug te gaan naar normaal. Dus daarover zijn er ook discussies. Maar er zijn twee dingen. Je hebt eerste prik, tweede prik. Maar tweede prik is nog belangrijker. Maar er zijn andere deskundigen die zeggen dat je 80 moet halen aan de 90. Omdat vanwege hoe het virus verandert. Maar zeker, we hopen dat, laat me dit ervan zeggen, we hopen dat de toeloop of de wil om te vaccineren zoals normaal bij andere vaccinaties hetzelfde is. En dan zitten we zeker goed. Dan zitten we zeker boven de 80%. Want dat hebben we met al onze vaccinatieprogramma's.
Oké. En er is al geïdentificeerd wie de eerste groep wordt? Zijn ze al geïnformeerd? De eerste groep is sowieso zijn de gezondheidswerkers. Vooral de mensen die de frontliners. Vooral degenen die eigenlijk aan het bed staan bij de patiënten. Ja, ja. En zijn ze al geïnformeerd wie wordt de eerste? Er is in de ziekenhuizen en de instellingen zijn er informatisaties al gehaald. En ze gaan nog door. En is al bekend wie de eerste persoon wordt die wordt gevaccineerd? Ik denk dat daarover zelf het ministerie met een bericht komt. En u staat er heel positief. Binnen hoeveel tijd denkt u dat tenminste we kunnen kijken naar misschien de helft van de dekking die we voor ogen hebben? Dus laat me dit, het hangt er vanaf hoeveel vaccin we krijgen. Ja. Want u ziet zelf dat we nu eerder donaties hebben gehad. Van COVAX moet ook nog krijgen, dus hangt er vanaf hoeveel we krijgen. Want de hele wereld, de vraag is te groot. Dus laten we hopen, we hebben een kleine samenleving. Dat we hoe eerder, hoe beter. En u bent positief, online de berichten die we allemaal hebben, hoe sceptisch de samenleving kijkt naar vaccinatie, tenminste tegen het COVID-19. Dus kijk, er zijn altijd anti-bewegingen voor vaccinaties. Bijvoorbeeld, je hebt in Amerika een hele beweging om tegen vaccinaties. En mazelen in 2009, die hebben een grote uitbraak gehad in Amerika. En u hebt gezien, het zijn precies waar die mensen wonen. Dus als je geografisch zou uitzetten, die mensen die tegen mazelen vaccinatie zijn, of tegen vaccinatie zijn, onder andere mazelen, dat zie je het verloop precies zo. Het is een heleboel positieve geweest. Een heleboel mensen zijn ziek geworden. Vaccinaties hebben nut bewezen al jarenlang. Hebben een heleboel kinderziekten kunnen eigenlijk sterfte en morbiditeit kunnen voorkomen door vaccinaties. Ja, ja, ja. Dus we zijn ook voor te stemmen dat het goed komt met Suriname. Nog een keer, ik heb dat niet verstaan. Dus u bent ook voor dat we eigenlijk dat het goed komt met betrekking van dat het vaccineren. Dus ik heb wat vaccinaties betreft, kijken naar ons vaccinatieprogramma, kijken we naar de dekking van de verschillende vaccinatieprogramma's en ik ben hoopvol gestemd dat deze ook goed gaat aflopen. Dank u wel en heel veel succes. Oké, fijn dag. En dat was het waarnemend hoofd van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, Rajesh Ory. En hij heeft natuurlijk verteld hoe dat allemaal gaat gebeuren. En onze medici hier aan tafel hebben het ook verteld. Hoe we eigenlijk gaan starten met de campagne. Eigenlijk gaat het om een dekkingsgraad van 70%. En eigenlijk om daarop in te zoomen. 70% is van de bevolking zonder kinderen. Ja. Nee, met kinderen. 70% totaal is het. Ja. Maar het is een schatting. Dus ongeveer 70% van de bevolking moet antistoffen hebben, dus beschermd zijn om te zorgen dat het virus niet meer zich zo uitgebreid kan verspreiden als nu. Ja. Maar dit hangt natuurlijk af van een heleboel factoren. Ja. Als er grote groepen kinderen bijvoorbeeld zijn die COVID hebben doorgemaakt en al enige afweer zelf hebben, dat gaat helpen om de groepsimmuniteit omhoog te krijgen. Het hangt ervan af hoe goed het vaccin na een aantal maanden tot jaren blijft werken. Dus er zijn meerdere factoren die meespelen of je 70% of 80% of 60% nodig gaat hebben. Okay. Dat gaat de tijd leren. Okay. Maar minister, belangrijk gegeven, we hebben open grenzen. We gaan vaccineren. Heeft u met uw collega's in de buurlanden gecheckt, Brazilië, Frans-Guyana, Guyana? Omdat wanneer je vaccineert en ja, ongebreidelde oversteek, dan naar doen we doen. Nou, wat ik weet sowieso, al onze buurlanden zijn al gestart met vaccineren. Okay. Frans-Guyana is een van de eersten die gestart is. Ze hebben dus eigenlijk samen met Europa gelijktijdig gestart. En daar is er genoeg voorraad voor, omdat ze voorzien worden vanuit Frankrijk. Ja. Brazilië is reeds gestart. Het enige nadeel bij Brazilië is dat er niet genoeg data beschikbaar is. Men heeft nog niet heel veel gepubliceerd over hun vaccin. Ja. Dat is ook een zorgpunt die wereldwijd aandacht trekt van de WHO. Van waarom krijgen we niet genoeg data. Guyana heb ik contact gehad afgelopen donderdag met mijn collega van Volksgezondheid. Die is inmiddels ook al gestart. Ze hadden 1400 gehad uit deze dosis van Barbados, uit deze grant. En zij zijn inmiddels gestart. En ze hebben ook AstraZeneca uit COVAX. Dus eigenlijk kan je zeggen, Guyana heeft bijna hetzelfde traject als Suriname.
Grants en COVAX, AMSP, maar ook hun eigen bevriende naties. Dus wij hebben ook onze bevriende naties met wie we in overleg zijn. Feit is, de vier landen, de Suriname, Guyana, Fransen en Brazilië, ja, waarmee we direct contact hebben, die zijn allemaal al gestart met vaccineren. Dus dat is in elk geval goed, omdat wij hopen dat het traject vlot verloopt voor alle landen, waardoor ook de het contact en de import van positieve daarmee ook afneemt. Maar we hebben ook contact en reisverbindingen met het Caribisch gebied, ja, Trinidad, de eilanden, Amerika en Nederland en Panama met Copa. Dus al deze zaken zullen, hoe snel we weer kunnen opstarten, zal ook afhangen van zekere mate van bescherming die daar is al. Dus wij volgen al deze zaken op de voet. Internationaal zijn we elke week aan het kijken ook naar de ontwikkelingen in de landen. Ja. Met name de incidentie, de trend, de R-positiviteitsgetal, aantal positieve per dag. Al deze zaken volgen we ook. En op basis daarvan geeft het outbreak management team automatisch ook advies aan de regering met betrekking tot het reisbeleid. U hebt gezien gisteren dat de Kanawaima veerverbinding, althans de veerverbinding tussen Guyana en Suriname, wederom is opgesteld na maanden, ik denk een jaar zelfs, langer zelfs. Ja. Dit heeft een bepaald doel. Eén is de relatie tussen Guyana en Suriname te verbeteren. En we hebben heel veel personen die in Guyana zijn gaan, gaan stranden, gestrand zijn. En de mensen moesten terug, zijn repatrianten, zijn ingezetenen. Ja. En we willen onze ingezetenen terug hebben naar Suriname. Het is een recht van elke Surinamer om in zijn land te komen. Daar kunnen we niet ontkennen. Dus de mensen komen terug. Tot nu toe voorlopig geldt alleen dat personen uit Guyana alleen ingezetenen dus terug moeten komen. Dus repatrianten of expats. Dat zijn gewoon professionals, deskundigen, et cetera. Geen toerisme nog. Ja. En iedereen komt onder voorwaarden. Dus 7 dagen quarantaine met een verplichte negatieve PCR-test. Ja. Dat is de voorwaarde, geen andere voorwaarde. Okay. En dat is eigenlijk ook, dat is de bedoeling, want we willen zo min mogelijk COVID importeren. Oké, okay, mooi. En dokter Wattier, u weet, Suriname is heel erg uitgestrekt. Mensen wonen echt hier en daar alleen. Echt in Paramaribo, Wanica heb je echt running van mensen bij elkaar. Is dat plan ook uitgezet hoe we naar de verschillende gebieden, dat is een vraag voor u beiden. Ja, medische zending is nauw betrokken bij de opstarten van de vaccinatiecampagne. Ja. En dus ook bij de distributie van de vaccins naar de dorpen in het binnenland. En ook de RGD is betrokken, dus die zullen voor de kustvlakte een plan ontwikkelen. Oké. Okay. Ja. Ja. En ja, minister? Ja. De scholen zijn weer open gegaan en de maatregelen worden versoepeld. We hebben de situatie in de hand, met of zonder vaccin? Op dit moment zitten we in een gunstige positie. We hebben een gemiddelde week percentage positiviteitspercentage die onder de 10% ligt. Geeft reden tot versoepeling. Het heeft een bepaald doel ook. De samenleving moet de ruimte krijgen als het goed gaat met COVID. En we weten dat de samenleving zich kan houden aan maatregelen. Ja. Soms loopt het mis, want dan worden we te enthousiast. Maar we weten dat we blijven benadrukken op het stukje van de maatregelen, de preventieve. Tot nu toe kan ik zeggen, en meneer Panka, ik zeg, vaccin is één, maar COVID blijft nog bestaan en COVID zal blijven bestaan. Absoluut. Het enige wat nu werkt, is niet het vaccin. Wat we nu hebben, zijn de preventieve maatregelen die we acht moeten nemen. Ja. Dus uw mondkap op, handen wassen, afstand houden. Dat is het enige wat voorlopig bewezen. Ja. Preventief werk. Het vaccin zal nog moeten uitwijzen. En dat hangt af van een aantal factoren. Hoeveel procent heb je gevaccineerd? Wie heb je gevaccineerd? En hoe zal de reactie zijn daarna? Maar belangrijk is, de maatregelen worden enigszins versoepeld. Dat kan ik hier al aangeven. Ja. We zijn daar over in overleg. Waarschijnlijk al morgen wordt dat bekendgemaakt. We hebben al de scholen opgestart op alle niveaus. Het onderwijs heeft een heel goed protocol en we hebben dus benadrukt bij de minister van Onderwijs om daarop heel goed te letten. Kinderen mogen niet langer verstoken zijn voor onderwijs. Uiteraard, als de situatie in het land weer slecht wordt met COVID, gaan we weer moeten ingrijpen. Zo is het. Het is een up and down. En we willen heel snel van dit proces af. En dat kan door vaccineren. Ik wil even gelijk gebruik maken van de gelegenheid om
aan te geven dat we ook het COVID-vaccinfonds hebben opgezet. Ja, dat is ook een belangrijke. Ja. Heel belangrijk. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Niemand is verplicht om in het fonds iets te storten. Twee, dus de overheid zal het vaccin gratis aanbieden aan de samenleving. Er zal geen enkele cent gevraagd worden van niemand die het vaccin neemt. Wij weten wat onze verantwoordelijkheid is. We moeten geld apart zetten om het vaccin te kopen. Maar we hebben ook de geluiden gehad en brieven gehad en gesprekken gevoerd met onder andere het bedrijfsleven, particulieren. Die zeggen, we willen ook een bijdrage leveren om het vaccin aan te schaffen. En we kunnen dus niet zeggen, stort het op de overheidsrekening of stort het in een bepaald noodfonds. Dat kan niet. We moeten daarvoor dus een apart fonds opzetten. En dat hebben we gedaan. Het doel van het fonds is puur om het vaccin aan te schaffen. Dus de garanties te bieden voor financiële middelen en de logistiek eromheen. SUFORSU heeft daarbij als eerste inleg een bedrag geplaatst van $300,000. Ja. En $200,000 apart voor de logistieke zaken. Dus dan kan je zeggen $500,000. Ik kan de samenleving garanderen dat wij een transparant financieel beheer zullen hebben over het fonds. Daarom hebben wij ook gekozen voor een bestuur of een commissie. Ja. We staan uit vertegenwoordigers van de overheid, financiën, buitenlandse zaken en volksgezondheid. En twee vertegenwoordigers van het Surinaams bedrijfsleven. Okay, dus en daar is er een goed bestuur, goed beheer. Dat wordt nog officieel geïnstalleerd. Maar het doel is nogmaals aanschaf vaccin en de middelen ter beschikking te stellen. Ik weet niet als ik de gelegenheid hier krijg om de rekeningnummers door te geven. Oké, misschien dat kunnen later we het aan het eind doen. Zeven, dus we zijn bijna door onze tijd nog even snel. Nee, omdat ik het ook wil promoten. Toch? Nee, maar u krijgt de gelegenheid. Okay. Dokter Wattier, ik heb zo naar u beiden geluisterd. Er is een plan uitgezet om mensen te vaccineren. Denkt u dat eigenlijk tegen het eind van het jaar, natuurlijk rekening houdend met De snelle beschikbaarheid van het vaccin hier in Suriname, dat we eigenlijk los kunnen gaan weer december? Of is er toch wat? Want ja, het zijn de geluiden die je hoort van we hebben het 1 jaar moeten skippen. We hopen niet dat we het weer moeten skippen. Want Suriname loopt de feesten, houden van de feesten. Ja, dat weet ik. Ja. dat is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ik heb geen kristallenbol om te voorspellen hoe het er in december 2021 uit zal zien. Maar gezien het traject die is uitgezet. Ik denk dat we allemaal goede hoop hebben dat het er beter uitziet dan afgelopen december, toen we eigenlijk midden in een piek zaten. Ja. Maar ik durf niet te zeggen of we alweer grote feesten en bijeenkomsten kunnen hebben. Daarvoor zijn nu nog te veel onzekerheden. December 2022, denk ik het wel. Oké, misschien kunnen we afsluiten met de minister. Hoe ziet hij het? U heeft natuurlijk ook geen kristallenbol. Nee, maar u bent hoopvol gestemd en kunt u de rekeningnummers geven? Sowieso, ik heb hierin de reacties gevolgd dat de regering zou gaan versoepelen omdat het een opkomst is. Ja. Ik weet niet waarom die conclusie getrokken wordt. We hebben dus steeds duidelijk aangegeven wat onze aanpak is. En ik kan nu al hier stellen, ik heb het al elders gesteld, maar ik stel het weer hier. Pagwa-feest wordt niet gevierd dit jaar in Suriname. En is er niet in het openbaar? Nee, er gaan geen toestemmingen worden gegeven voor grote festivals of noem het maar wat je wilt, Pagwa-viering. Ook niet bij de tempels, want ik weet dat er ook daar optochten zijn, et cetera. Ik ben ook hindoe, ik weet het. Dus ik zeg, iedereen mag Pagwa vieren binnen de huiselijke sfeer, dus met uw gezin, maar niet met grote groepen. Dus daar gaat de regering geen toestemming voor geven. We zitten nog niet waar we moeten zijn. Precies. En ik heb daarnet de rekeningnummers met uw programma gedeeld. Dat zal waarschijnlijk ook geplaatst worden. Maar het zijn rekeningnummers, misschien kan ik het toch oplezen. Ik weet niet of ik daar toestemming voor heb. Ja, ja, ik zal het even lezen. Het gaat om het COVID-vaccinatiefonds Suriname. Er zijn 3 rekeningnummers geopend. SRD, USD en euro. En het gaat om een rekening hier 03-13-100-001-281-968. Dat is voor SRD. Voor de euro 03-13-100-001-077-978. Dat is voor euro. En voor USD 03-13-100-001-163-8.
840. Dit zijn de rekeningnummers behorend aan het fonds. Welke bank? Centrale Bank van Suriname. Okay. En ik mag al aankondigen dat we het traject gaan inzetten nu voor een teleton. Okay. Omdat wij zoveel mogelijk ook de inzet willen hebben van burgers die meer niet bij machten zijn om naar de bank te gaan, et cetera. We zullen de opties even bekijken. Okay. En ik heb daartoe de opdracht gegeven om een teleton op te zetten. Laat het duidelijk zijn, we troggelen geen geld af van de samenleving. We zouden het eigenlijk ook alleen moeten doen. Ja. Maar we weten dat het heel belangrijk is. Wil die samenleving een beetje normalisatie? Dat iedereen die bereid is. Ja. En ik heb mensen gehad die zeggen, ik wil een 10 SRD zetten. Ik zeg, je mag 1 SRD zetten. Snap je? Het gaat erom dat wij iedereen de gelegenheid stellen die dat willen. Oké, dank u wel. Dat was de minister van Volksgezondheid, Amer Ramadien. En natuurlijk ook aan tafel, mevrouw Wachee. Zij is infectioloog bij het Diakonessenhuis. En ze is ook nu betrokken bij dit vaccinatieprogramma. Dat was het weer voor deze nieuwe aflevering van Under the Loop. Wilt u terugkijken? Dat kan altijd op onze social media kanalen. Facebook ATV Suriname of op YouTube ATV Suriname. Tot de volgende keer. En ik hoop dat natuurlijk u anders gaat kijken tegen dit programma. Natuurlijk laat u informeren. De minister zegt dat niks is verplicht. Maar die informatie die je moet hebben, die moet je wel verplicht tot je nemen. Tot de volgende keer. Be safe. Dag.